Dag Paul, Boekenbeurs Antwerpen. U zit daar nu. Hoeveelste zijn we vandaag? Hoeveelste zijn we vandaag? We zijn op 3 dagen van het einde. 11e, 10e, 9e zijn we vandaag. 100 dagen verder, ben ik rijk volgens jou? Ja, dat is de titel van een boek. Natuurlijk zult je wel begrijpen dat een boek een beetje aantrekkelijke titel moet hebben. Er zit ook een idee achter. Ik zal het u uitleggen wat het idee is. Het is een boek dat bestaat uit 100 kleine hoofdstukjes die allemaal een tip of een advies bevatten. En het idee is van mensen die niet in één trek een boek lezen, dat die elke dag één hoofdstukje zouden lezen. En als ze dat doen, hebben ze na 100 dagen het boek gelezen. En dan zult u zeggen, ja, zijn ze dan rijk? Wel, dat hangt ervan af wat ze daarmee doen. Want er zijn mensen die een boek lezen, bijvoorbeeld een kookboek, en het dan in de kast leggen en nooit koken. Ja, dan gebeurt er niet zoveel. En met een adviesboek over financiën is dat hetzelfde. Als je het leest en in de kast legt en er niets mee doet, gebeurt er niets. U bent expert in de zaken, in financiën. Is dat gegroeid van bij de humaniora al? Dat is eigenlijk begonnen door het werk. Ik ben eigenlijk van bij het begin journalist geweest op diverse terreinen. Ik ben, zoals jij weet, nog wielerjournalist geweest. Maar op hetzelfde moment werd ik ook al voor de radio. En daar deed ik al financiële onderwerpen. En op een bepaald moment moet je dan een keuze maken. En ik ben helemaal voor de financiën gegaan. Niet altijd makkelijk, hè? Je moet op televisie gaan verklaren. Er is geld gestopt in Dexia of een tijdje geleden. Allemaal niet makkelijk om dat uit te leggen. Sommige mensen nemen u misschien bepaalde zaken kwalijk. Kan je daarmee leven? Ik zou niet weten wat mij kwalijk neemt, want ik heb met Dexia als zodanig niks te maken. Ik kan alleen maar uitleggen wat er gebeurt. Ik denk ook, ik ben daar zelfs absoluut van overtuigd, dat het uitleggen ook mensen helpt om te begrijpen en op een zekere manier gerust te stellen. Mijn bedoeling is niet om gerust te stellen, maar als je iets niet begrijpt en iedereen doet geheimzinnig, dan worden mensen ongerust. Als je uitlegt van kijk, we moeten daar weer 5,5 miljard in stoppen in Dexia en dat kost ons zoveel en dat is niet prettig. Maar oké, dan begrijpen we dat dat dan misschien wel moet en dat dat ons voor een nog veel grotere catastrofe kan behoeden. Dus ik breng inderdaad meestal geen vrolijke boodschappen, maar uitleg verschaffen is ook een vorm van begrijpen en geruststellen. En men heeft soms veel te weinig uitleg verschaft vanuit de banken, waardoor de klanten wegliepen. Ja, oké, dan heeft de bank het aan zichzelf te wijten. Ze zouden het beter een beetje beter uitleggen soms. U bent weggelopen van BRT naar VTM? Ik ben niet weggelopen. Ik ben weggelokt, zou je kunnen zeggen. Dat is nu 2 jaar geleden. Het was zo dat VTM toen een kijkersonderzoek heeft gedaan. En dat daaruit naar voren kwam dat de kijker van het nieuws van VTM wat meer expertise in de financiële sector wou zien tijdens het nieuws. En op een of andere rare manier zijn ze daarvoor bij mij uitgekomen. Hoe zou dat komen? En zo is dat gegaan. Dus al rijk in minder dan 100 dagen? Dat is absoluut niet aan de orde. In de Verenigde Staten bestaan er rijke journalisten, in Vlaanderen niet. Is dat verschil groot tussen VRT en tussen VTM? Voor mij niet. En in de algemene praktijk ook niet. Er zijn geen 20 manieren om nieuws te maken. En wij in Vlaanderen mogen ongelooflijk blij zijn. We weten het niet altijd, maar we mogen ongelooflijk blij zijn dat de zenders bij ons, zowel de overheidszenders als de commerciële zenders, hun best doen om volwaardig nieuws te brengen. Dat is in het buitenland wel anders. Als je in het buitenland eens naar tv kijkt en wat er daar als nieuws gepresenteerd wordt. Dus wij proberen allebei, aan de rijen staan en aan de medialaan, om het best mogelijke nieuws te maken. En dat is in het belang van de kijker. Nu terug naar de boekenbeurs. Jouw boeken liggen er allemaal voor jou. Al een beetje verkocht, wat denk je? Ja, maar ik heb dit jaar geen nieuw boek. Dus de jaren dat je een nieuw boek hebt, dan is dat doorlopend. Nu komen er veel mensen langs en zeggen, ik heb het al. Wanneer komt er een nieuw? En wanneer komt dat niet? Wel, dat kan ik niet beloven. Ik heb dat nog nooit op voorhand beloofd. Ik ben wat boeken betreft 10 jaar bezig. In die 10 jaar zijn er 6 boeken verschenen. Dus dat is zo gemiddeld om de 2 jaar. Dus het is niet onlogisch dat er dit jaar geen boek is. En het zou ook niet onlogisch zijn als er volgend jaar nog geen is, want er is al een keer 2 jaar tussen geweest ook. Dus over 2 jaar misschien. Ja. Laatste vraagje. Het is vrijdag vandaag. Weinig signeren op vrijdag. U wel? Ja, dat is een rustige dag, hè. Maar het voordeel is, ik zie daar een groot voordeel in. Namelijk de mensen die langskomen, daar heb je de tijd voor om er een babbeltje mee te doen. Mensen die op de vrijdag komen, dat zijn ook mensen die gemotiveerd zijn. Interesse hebben? Ja. Terwijl, ik ga daar niks kwaads over zeggen over het weekend, integendeel, want dat is, qua verkoop is dat veel beter.
Maar het is toch een heel ander publiek. Hè? Het Astrid Bryan publiek is niet echt mijn publiek. Dus die komen wel kijken en handtekeningen vragen. Maar die zijn meestal in de materie niet zo geïnteresseerd. Maar ik ben daar niet op tegen. Ik vind het tegendeel. Hè? Niet iedereen vindt dat, maar ik vind... laat ze maar komen voor Astrid Bryan. Ondertussen zien ze mij. Voilà. Niet alleen mij, ze zien ze de hele boekenbeurs waar 60.000 titels staan. Dus ze komen misschien voor Astrid Bryan, maar ze pikken ook wel iets anders mee van kennis of van belangstelling. Voor later, voor onmiddellijk of voor later. Dus ik vind dat zeker positief. Paul, bedankt. Het gaat je goed. Oké, dankjewel.